was zonder de gebruikelijke pracht en praal. Eén ding bleef hetzelfde. Soms breekt de mens even door het protocol heen. Dit is natuurlijk het beeld wat je gewend bent van Prinsjesdag, de ridderzaal. Maar geen rode loper en ook de deur die zit dicht. De busjes die zijn net weggereden. Het is een soort spelopdracht van wie is de mol. Heeft u de bus gemist? Ja, ik heb de bus gemist, want ik stond te veel praatjes te maken. Geen balkonscène, er is niets te zien. Blijf weg uit mijn stad, geniet van de beelden. Meneer Klaver, gratis OV, u gaat toch lopen? Ik woon hier vlakbij, dus ik ben hier met de fiets gekomen. Meneer Krol, u komt lopen. 300 meter, dan ga je toch niet met de bus? Het is bloedje, bloedje eet. Koning! Snel af. Met een aanvullend pakket van bijna een half miljard euro voor kunst en cultuur onderstreept de regering het grote maatschappelijke belang. Leve de koning. Hoera. 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 U ging even te vroeg zitten. Ja, ik ben sowieso best een beetje onhandig. Dus dit soort dingen overkomen mij wel vaker. In het algemeen. Ik heb ook wel de gewoonte om af en toe dingen om te stoten, dingen te laten vallen. En het was inderdaad, je ziet het hier. Ik zei iemand goeiedag, een van de Kamerleden goeiedag, die achter die pilaar zit. En ik ging gewoon uit automatisme ging ik zitten. En toen keek ik naar links en naar voren en zag ik al die leden van het kabinet nog keurig staan. Dus toen dacht ik, laat ik heel rustig proberen ook weer op te staan. Valt niet op. Nou ja, zoals jullie het hebben uitgezonden, nu weet iedereen dat. Het lijkt ook nog erger dan het eigenlijk was. Ik ga even naar Brenda. Jij was hierbij met je moeder in de Grote Kerk. Samen met zeven gewone andere Nederlanders. Normaal gezegd mochten 10 mensen volgens mij bij zijn. Was het voor jullie de eerste keer? Ja, was zeker de eerste keer. Nee. Ja, ik denk dat het überhaupt maar een ervaring is die je maar één keer meemaakt. Althans voor ons. Dus, En hoe kom je daar terecht? Word je geselecteerd? Ik heb volgens mij ooit dat ook een keer in de media opgepikt. In elk geval meer dan 7 jaar geleden. Dat je dus als gewone burger erbij aanwezig kon zijn. En dat er elk jaar een aantal mensen aanwezig mochten zijn. En toen ben ik uit gaan zoeken hoe ik dan die griffier van de Eerste Kamer kon bereiken. En hoe ik me dan kon inschrijven op de wachtlijst. En toen zei ik tegen moeder van, zullen we ons samen inschrijven? Ja. En vanaf toen was het eigenlijk, toen kreeg je een brief dat je op de wachtlijst stond. En eigenlijk elk jaar post het in mijn agenda van, volgend jaar. Want je moet elk jaar weer laten weten dat je nog steeds interesse hebt. Hoe lang heb je dit gedaan? Hoe lang heb je gewacht? Ruim 7 jaar. En was het het waard? Ja, het is zeker leuk om een keer mee te maken. Ja. Het is wel echt bijzonder, dus Kijk, ik bedoel, we hebben het gevolgd op televisie. Maar waarom is het leuk om hierbij te zijn? Wat vond je het mooist? Laat ik het zo vragen. Ik denk het leukste was eigenlijk de ontvangst. Dat vond ik wel het meest bijzonder. Dat je dan, eerst weet je al tassels kennen en dingen. En dan kom je binnen en dan denk je, zaten we met de voorzitter, even koffie, thee en gebakje te eten, met de andere burgers die uitgenodigd waren. En dan denk je, dit is eigenlijk toch wel heel apart dat ik hier nu met de voorzitter zit thee te drinken, Ja, precies. Dat was wel bijzonder, ja. Ja, leuk. Opvallend was dat de koning in de troonrede een brief noemde van een 94-jarige man. Laten we even kijken. Een 94-jarige veteraan maakte veel los met een ingezonden brief waarin hij de jongeren van Nederland opriep vol te houden en solidair te zijn met zijn generatie. Een 18-jarige student schreef hem terug hoe dankbaar hij was voor de vrijheid en alle mogelijkheden waarmee hij en zijn leeftijdsgenoten opgroeien. Maar hij schreef ook hoezeer zij de vrijheid nu missen. Hoe zij sleutelmomenten in het leven zomaar zien passeren en hoe extra onzeker de toekomst door de coronacrisis voelt. Deze brief raakt de kern van Prinsjesdag. Want perspectief voor de toekomst begint altijd in het hier en nu. Ja, meneer Jan Hoek, u was die man. Ja, was ik, hè? Ja. En zat u gewoon thuis voor de televisie toen dit kwam? Of hebben ze u een seintje gegeven van de koning gaat het over u hebben? Nou, weet ik wat het was? Ik zat te kijken naar de troonrede. En ik heb mijn vaste telefoon in huis. En die ging net. En het is afgelopen, dat gesprek. Maar ook van de koning was af. Ik heb het niet gezien. Oh, nee! Ik was er geen getuige van. Ja. Maar u heeft het teruggezien? Nee, ik heb er nog helemaal, zo af en toe een stukje in een, van in een koning, fragmentje. Ja. Maar wat vindt u ervan dat u genoemd bent? Nou, ik zou vertellen, toen de koning dat vertelde allemaal, ik was ontroerd, echt waar.
Ik kan een hoop hebben, maar dat, ik schoot gewoon weer vol. Ik vind het zo prachtig, hè? Ja. Niet dat ik nou iets bijzonders doe. Hè. Ik heb gewoon een brief geschreven. En waarom? Dat was 11 augustus heb ik hem geschreven. En eind juli, dat zal de directeur er ook weten, was de besmettingen waren toegenomen. Ja. He? U was toen ook hier te gast, hè? En toen heb ik dus 11 augustus heb ik die brief geschreven. Niet in één achter elkaar, maar uit stukjes zo. Ja. Kan je opmerken, als je de brief leest, dan denk je... Hé, dan heeft hij weer dat en dan heeft hij weer dat. Ja. Maar het heeft mensen geraakt. Ja, ja dat blijkt wel, ja. Heeft u inmiddels die 18-jarige jongen ontmoet, heb ik begrepen, hè? Wie? Daar heeft iemand teruggeschreven op uw brief. Ja. En die persoon heeft u inmiddels ontmoet, heb ik begrepen. Ja. Hoe was dat? Nou, ja, niet kwalijk nemen, maar ik heb mijn gehoorapparaat niet aan. Nee, het is niet erg. Dat is het rottige. U heeft die 18-jarige jongen ontmoet. Oh ja. Die u ja, ook ja. een brief... Die was ook van een studentenvereniging. Ja. En die zei tegen mij ook hij maakte een vergelijking van wat wij hadden moeten meemaken. En dat waren het zuiver 10 jaar. En dit is misschien, als we er dadelijk vanaf zijn, hoop ik, zijn we misschien een paar maanden verder. Als de vaccin er is. Hè? En zoals meneer vertelt, de arts, dat er wordt keihard al gewerkt. Want ik heb voor die gasten, ik bedoel de artsen dan, heb ik werkelijk... Ja, sorry. Ja, is helemaal goed. Daar heb ik echt ontzag voor. Ja. Ik vind het zo geweldig. Ja, wat wij allemaal. Ja. Nou, dank u wel dat u ook hier wilde zijn vandaag. Ja. En toen heb ik dus ben ik begonnen met die brief te schrijven. Ja. Niet wetende dat ik zoveel los heb gemaakt. Ja. Had ik het toch wel gedaan, maar... Geweldig. Ik ben niet met opzet geweest. Was het voor u een erg andere Prinsjesdag dan anders? Ja, het was natuurlijk wel echt anders. Dat zie je op de beelden. Dus gewoon de ceremoniële kant was natuurlijk echt anders. Niet in de ridderzaal, geen gouden koets. Partners kwamen niet mee, staatssecretaris gingen niet mee. Dus daarmee is het echt anders. En de inhoud was natuurlijk, daar zullen we het soms nog wel over hebben... was en is natuurlijk ook echt anders. Want we zijn in totaal ander vaarwater beland dan een jaar geleden. Ja. Waren de voorbereidingen ook anders voor u? Ja en nee. Kijk, er wordt op het ministerie wordt eigenlijk al bijna vanaf de dag van morgen... wordt er gewoon weer gewerkt aan wat er dan voor volgend jaar weer moet. En er zijn natuurlijk honderden ambtenaren zijn ontzettend druk bezig met die dag. Die wordt van minuut tot minuut wordt gepland. Nou, bijna alles gaat dan ook goed op zo'n dag. En dat is... hetzelfde. Wat natuurlijk wel echt anders is en wat natuurlijk ook iets heel anders heeft gevraagd van minister Wiebes, minister Koolmees en mij, is wat wordt nou het antwoord op zo'n type crisis? Wat toch een heel ander soort crisis is dan bijvoorbeeld de bankencrisis of de kredietcrisis die we hebben meegemaakt. Ja, en jullie antwoord is niet bezuinigen, maar geld uitgeven en niet een klein beetje. Laten we even kijken. In dat besef maakt de regering de keuze in deze onzekere tijd niet te bezuinigen. Maar juist investeren in baanbehoud, goede publieke voorzieningen en een sterke economische structuur en een schoner land nu en straks. Ja, u geeft veel geld uit aan de coronacrisis, dat zal iedereen begrijpen, maar ook allerlei andere voorgenomen uitgaven gaan gewoon door. Mm-hmm. En u komt nog eens met een extra coronafonds. Bent u niet een groeifonds, sorry. Bent u niet gewoon een pot verteren? Nee, dit is echt, denken wij, een verstandig antwoord op het soort crisis wat we meemaken. En het zijn precies die elementen die u beschrijft. Want het is aan de ene kant echt heel fors inzetten op het behouden van banen. En zorgen dat er zo min mogelijk ondernemingen failliet gaan. Overigens in de volle wetenschap dat dit natuurlijk de grootste economische crisis is die we sinds de Tweede Wereldoorlog meemaken. Dus we proberen die landing te verzachten, maar die pijn zal er zijn. En daarnaast proberen we inderdaad ook door te gaan met de uitgaven in bijvoorbeeld politie, in bijvoorbeeld het onderwijs die we ons hadden voorgenomen. En dat is het laatste stukje, ook over de randen van deze periode heen te kijken en wat te doen aan de kwetsbaarheden die we met elkaar ook hebben. Want we zijn nu de meest concurrerende economie van Europa, maar er is geen garantie dat het ook zo blijft in de toekomst. Maar het lijkt wel alsof het niet op kan. Alsof er geen grens is aan de hoeveelheid geld die u kunt lenen, heeft, nee, dat uitgeeft. Dat is echt een misverstand. Want we maken natuurlijk wel degelijk keuzes. Zie ook bijvoorbeeld het steunpakket. Daar willen we zekerheid geven voor een langere periode. Dat vragen ondernemers ook. Ook ondernemers die ik op straat tegenkom, die zeggen... Nou, fantastisch dat de regering het doet. Het blijft lastig.
en een langere periode weten waar ik aan toe ben helpt. Maar we versoberen dat pakket wel per 3 maanden een beetje. Overigens doen we ook weer een extra investering in omscholing. Omdat je gewoon ziet dat sommige sectoren, denk aan de luchtvaart, denk aan de podiumkunsten, denk aan de toerisme sector. Ja, daar zullen de klappen de komende periode ook echt nog wel vallen. Maar heeft u een idee wanneer dit terugbetaald gaat worden en door wie? Ja, vooral dat. Nou, er zitten een paar kanten aan. Kijk, waarom kan dit? Dit kan onder andere omdat we de afgelopen jaren de overheidsfinanciën echt heel behoorlijk op orde hebben gebracht. Dus wij zaten helemaal aan de goede kant van die streep, van die zogenaamde 60%-norm. En zelfs met de uitgaven die we nu doen, komen we pas in de buurt van die grens. Maar het moet wel terugbetaald, toch? Zeker. Het moet wel terugbetaald worden. Ik denk dat het overigens verstandig is dat je daar een langere periode voor neemt. En wat is dat, een langere periode? Wanneer beginnen we daarmee? Ik denk dat je daar, of je daar nou 10 of 15 of 20 jaar voor moet nemen, dat is nu eigenlijk nog lastig te zeggen. Want er is nog zoveel onzekerheid over die begroting en over die economie. Dus je kan dat antwoord eigenlijk pas geven, ik denk over ongeveer een jaar van nu. Dus ook tijdens de volgende formatie hoeft er nog niet bezuinigd te worden wat u betreft? Nou, dan zal je in ieder geval veel beter inzicht hebben. Maar een van de verstandige adviezen die ik heb gekregen, ook van een heleboel economen, die zeiden, je moet waarschijnlijk in die volgende kabinetsperiode, waarvan de formatie misschien wel te vroeg komt om het helemaal te kunnen overzien, moet je op een gegeven moment gewoon herijken. En moet je gewoon dan bepalen wat de ruimte nog is, hoe de economie wel is gegroeid of juist niet, hoe het gaat met de werkloosheid. En dan kan het best zijn dat je dan moet ingrijpen. Maar dit is zo'n atypische crisis. In de eerste plaats een crisis van de volksgezondheid. Ja. Heeft vervolgens gewoon ook massaal die samenleving geraakt. En heeft ook de economie beïnvloed. Het moet gewoon even. Ja, het is echt, daar ben ik van overtuigd, het is het beste recept voor het soort crisis die we nu meemaken. Ja. Joost, de oppositie zal zeggen morgen en de komende dagen van ja, er is geld zat. Kom op, ga door. Meer. Ja, nee, dat wordt ook het debat. In de vorige crisis had je al het verwijt bij zo'n groot debat bij de Algemene Beschouwing. De oppositie riep tegen Rutte 2 en ook Rutte 1 van jullie zijn het land kapot aan het bezuinigen. Ja. Nou, dat ga je morgen natuurlijk helemaal niet meer horen. Nee. Alleen dan denk je, nou, dan wordt er geïnvesteerd. Iedereen blij, want iedereen is voor investeren. Dus dat deel van het debat, dat kunnen we parkeren. Daar is iedereen het over eens. Maar ja, hoeveel en waarin? Ja, dat is natuurlijk ook nog een hele pittige discussie. En hij kan niet meer zeggen, het geld is op. Dat gelooft niemand nu. Nee, dus maar het blijft natuurlijk wel keuzes maken. En het, ja, maar de oppositie vindt dus dat er ook verkeerde keuzes zijn gemaakt. Dus daar gaat het over. Ja. Wat ik me bijvoorbeeld afvraag is, u zei net ook, er is nog heel veel onzeker. Ja. Jullie hebben nu het groeifonds, jullie komen daarmee. Dat plan lag er ook al langer. Ja. Waarom dan dit moment? Als er zoveel onzeker is, waarom is dit een goed moment om dan met een groeifonds te komen? Nou, omdat veel van die dingen die we doen op de korte termijn, die zijn eigenlijk voor wat we de conjunctuur noemen. Hè? Dus gewoon de schommeling in de economie. En dat groeifonds is echt bedoeld gewoon voor een structureel probleem wat we als Nederland hebben. Want we hebben dus die meest concurrerende economie van Europa. Maar eigenlijk zeggen experts in binnen- en buitenland al jarenlang tegen Nederland, jullie investeren te weinig in kennisontwikkeling, te weinig in innovatie, te weinig in research and development en te weinig in infrastructuur. Ja. En ik denk dat dat kritiek is die we ons moeten aantrekken. En natuurlijk is dat nu, het is best een complexe boodschap, eerlijk is eerlijk. Maar als je er nou voor wil zorgen dat ook die volgende generatie, die met een vergrijzende samenleving te maken heeft, dat die ook recht heeft en ook gebruik kan maken van goede wegen, veilige buurten, goede ziekenhuizen, goed onderwijs, ja, dan zal je toch wat moeten doen aan je groeivermogen. En daar is dat groeifonds voor bedoeld. Ja. Een hele hoop van de dingen die daarin geadresseerd worden, die vergen natuurlijk ook een hele lange termijn. Dus je kunt eigenlijk wel zeggen, ja, dat stellen we nog een jaar uit of 2 jaar. Maar ja, alleen al voor de plannenmakerij en het dan de eerste start maken, hebben we heel veel tijd nodig. Ja, zeer mee eens. Zeer mee eens. Het enige wat we dus gedaan hebben en wat anders is dan in het oorspronkelijke ontwerp. In het oorspronkelijke ontwerp hebben we gezegd, we willen de komende 20 à 30 jaar een bedrag van ongeveer 100 miljard reserveren. En nu is het 20? En ja, maar voor een periode van 5 jaar, dus 4 miljard per jaar. Dus dat, als je dat uitrekent per jaar, zit je op ongeveer hetzelfde gemiddelde per jaar. Alleen omdat er zoveel onzekerheid is, vinden we het ook verstandig en gewoon opportun om de Tweede Kamer nu toestemming te geven voor die eerste stap van 5 jaar. En ook de keuze voor hoe nu op de lange termijn verder te laten aan een volgend kabinet. Maar het is precies wat meneer Kuipers zegt. Dit vergt een lange adem. Dit zijn investeringen over een langere looptijd. En die moeten gewoon ook gebeuren naast de zorgen van het hier en nu. Ja. Er komt, even kijken. Dat is een voorspelling. Dat de werkloosheid omhoog zal schieten met 150.000. Ja. Dat is toch best wel heftig.
Jan-Willem, ik wil dan even naar jou. Want jij bent geluidsman bij een groot bedrijf. We hebben ook wel eens samengewerkt in ver verleden. Ja, klopt. Ja. Grote artiesten heb je gedaan. Ilse de Lange, volgens mij Within Temptation ook. Ja, hè? Klopt. Dus, ja. En dit doe je al 28 jaar. Dit is bijna, ja. Dit is je leven. Ja, dit is eigenlijk gewoon wie ik ben. Ik bedoel, na 30 jaar... Als je iemand in onze wereld vraagt, Jan-Willem van Amco... Nou, dan ja, weet iedereen wie dat is. Ja. En wat gebeurt er op 1 oktober? Ja, dan word ik ontslagen. En begrijp je dat? Ja, natuurlijk. Want ik bedoel, hè, dat bedrijf waar ik voor werk... wij leven van de massale evenementen. Die allemaal nog steeds niet gebeuren. De Ziggo Dome, de Avas Live. Nou, kijk naar mijn t-shirt, Lowlands. Ja. Hè, dat is er allemaal niet. Dus ik bedoel, de weg... Er werken bijna 150 mensen die allemaal geen werk hebben. Ja. Er wordt gesproken over omscholing. Ja. Ja. Is dat voor jou een optie? Ja, ik denk dat ik wel zal moeten. Want je bent nu? Ik ben 58 jaar oud. Ja. Ja, dus, en ik bedoel, ik word niet zomaar ontslagen. Ik word ontslagen omdat er geen werk meer is voor geluidsmensen. Ja. Dus ja. Meneer Hoekstra, wat moet hij doen? Nou, dit is dank voor ook enorm dapper dat u er hierover wilt praten. Dat is natuurlijk het verdrietige. Dat ja, er zijn lichtpuntjes. En ja, er komt volgend jaar ook weer iets van economische groei terug. Maar voor diegenen die hun baan verliezen, of die gewoon hun levenswerk, hun onderneming in vlammen zien opgaan. Ja, blijft dat een enorm hard gelag. Ja. En dat betekent dat we dus aan de ene kant, en daarom vind ik het ook zo belangrijk dat we dat doen, dat we zoveel mogelijk ervoor zorgen, zo goed en zo kwaad als dat kan, om banen overeind te houden. En dat we daarnaast in die sectoren, waar er gewoon geen redelijk perspectief is op de korte termijn, en helaas geldt dat inderdaad ook juist voor de grote evenementen, vast wel op de lange termijn, maar niet op de korte termijn, dat je daar ook heel fors als kabinet inzet op omscholing, dat je daarin investeert. Ook als je 58 bent? Ja, ik vind het in ieder geval enorm dapper dat u zegt, ik zal wel moeten en ik wil het proberen. Maar wat mijn alternatief is, dat ik heb 2 jaar WW-rechten. Ja. Want dat is al een inkomensdaling van 30%, ja. Sowieso. Is er voor iemand als Jan-Willem niet een soort compensatieregel? Daar gaat morgen het debat wel over. Omdat dus waar de linkse oppositie zich druk om maakte, is dat Jan-Willem dus wel dus ontslagen wordt. Die willen eigenlijk van... Eigenlijk moest iemand bij zijn oude werkgever in dienst blijven. Eventueel dus met steun van de staat. Daar begin je aan je omscholing. En bijvoorbeeld halverwege stap je dan over naar je nieuwe werk. En neemt die werkgever het over. Maar je moet dus proberen te voorkomen dat die mensen in de WW terechtkomen. Ja. Dat derde steunpakket, daar is de oppositie nog niet helemaal tevreden over. Dus dat zal ook morgen inzetten. Want iemand als Asje wil dat hij wel zijn baan houdt, hè, geloof ik. Ja, maar om wel dan uiteindelijk naar een andere baan te gaan. Maar niet dat je in dat gat van de WW belandt. Ja. Shirley, ik wil even naar jou, want jij bent wedding planner. Klopt. En er wordt bijna niet getrouwd. Ik bedoel, het wordt uitgesteld. Ja, ja. Als ik kijk naar mijn agenda, het trouwseizoen loopt een beetje tussen mei en eind september. Ik heb dit jaar 1 bruiloft gehad en de rest is uit de agenda. Dus 80% is verplaatst naar volgend jaar. En iemand die misschien heeft ook uw bruiloft verplaatst. Ja, dus dat heeft een langere historie, hebben we ook voor dit jaar al een paar keer gedaan. Maar stelt het altijd aan? Nee, dat had ook met wat familieellende te maken. Maar we hebben het wij wilden trouwen in juli van dit jaar. Dit jaar? Van dit jaar. En dat hebben we natuurlijk in maart of april hebben we dat afgeblazen. En vervolgens wilden we trouwen in augustus. En ja, dat hebben we natuurlijk uiteindelijk ook afgeblazen. Dus ik herken helemaal dat, dat vertelde ook die locaties waar wij geweest zijn. Wij waren bepaald niet de enige. Dus het schijnt volgend jaar, dan krijg je een soort enorme prop. Er zijn een heleboel mensen die in ieder geval nu denken dat ze dan kunnen gaan trouwen. Ja. Maar dat moet voor u op dit jaar, moet dat natuurlijk gewoon enorme kaalslag zijn. Er zijn er wel kabinetsleden die wel het goede voorbeeld geven. Maar het is natuurlijk heel lastig. Nou parkeren. Maar het goede voorbeeld geven is dan wel trouwen? Ja, dat lijkt me voor een weddingplanner natuurlijk het beter. Beste. Ja. Ja, maar je ziet wel dat mensen niet in die 1,5 meter samenleving willen trouwen. Die willen elkaar knuffelen. Die willen met elkaar die liefde vieren. Ja. En dat is nu heel lastig. Plus het feit dat iedere keer wordt er iets anders besloten. Dan mag je wel trouwen in de tuin. Dan mag je in één keer niet meer trouwen in de tuin. Dus
Het zou fijn zijn als er één lijn zou komen waarmee we aan de slag kunnen. Ja. En dat is lastig. Ja, en overigens, ik denk dat we allemaal die vraag heel goed begrijpen. En tegelijkertijd, wat we natuurlijk proberen te doen als kabinet, is precies wat meneer Kuipers net zei. Je probeert elke keer die balans zo te leggen, zodat je zoveel mogelijk vrijheid toch weer teruglegt bij de samenleving. Want dat willen we denk ik met z'n allen echt dolgraag. Ja. Maar op het moment dat het weer wat minder gaat, ja, als je dan niks doet, dan heb je binnen de kortste keren de grootst mogelijke problemen. En dan moeten heel veel winkels weer totaal op slot. Dus je bent voortdurend aan het bewegen en aan het kijken hoeveel kunnen we ons veroorloven. Ja, en daar zat steeds een beetje de spanning tussen de economie aan de ene kant die moest doordraaien en de gezondheid. En in het voorjaar heeft de gezondheid geprevaleerd. Kan je zeggen dat nu meer de economie? Nee, ik vind dat echt een valse keuze. Omdat natuurlijk, zeker in die eerste fase, heeft de volksgezondheid op één gestaan. Want dat is echt rampzalig. Er zijn gewoon allemaal mensen zijn overleden. Het heeft tot heel groot verdriet geleid in allerlei Nederlandse gezinnen en families. Maar wat we wel hebben gezien, en dat realiseren we ons denk ik nu nog veel beter, is dat er was veel bredere schade in de volksgezondheid. Allerlei kankerdiagnoses die we niet hebben gezien. Niet omdat die mensen geen kanker kregen, maar omdat ze gewoon niet naar de dokter gingen. Allerlei schade op het gebied van huiselijk geweld en andere ellende in de samenleving. Dus dat moet anders? In ieder geval moet je het meewegen. En we weten natuurlijk nu een heleboel meer. We weten ook dat je sommige dingen op een veilige manier kunt voortzetten. Het is niet mijn portefeuille. Ook daar weet meneer Kuipers veel meer van. Maar ik denk dat je zou moeten willen proberen om, als dat op een verantwoorde manier kan, bijvoorbeeld bevolkingsonderzoek naar vormen van kanker, om die toch door te laten gaan. Mensen met een melanoom, die denken dat is een plekje. Ja, ik ga over 6 weken wel een keer naar de huisarts. Ja, toch de vraag om te komen. Want die statistiek die is, ik geloof, voor de helft in elkaar geklapt. Ja. Ja, dat betekent dat mensen op een later moment met grotere ellende worden gezien. Maar zijn daar in het kabinet geen gevecht over gevoerd? Met alle goede, ik bedoel, u bent van het geld, meneer Koolmees is van het geld, meneer Wiebes gaat over de economie, meneer Rutte en meneer De Jonge, die waren misschien meer bezig met de gezondheid. Was dat nooit een strijd? En kijk, natuurlijk heb je daar discussie over, juist ook omdat je met elkaar puzzelt naar wat voor de hele samenleving nou het beste is. Maar het is niet zo dat die twee tegenover elkaar staan. Een van de dingen die ik van mevrouw Lieselot juist ook heb geleerd, zij is huisarts, die was een van de eerste die tegen mij zei, weet je wel wat er gebeurt breder in de volksgezondheid? Ja. En wat we zien aan nevenschade. Ja. En anderen in het kabinet zeiden, hebben we goed oog voor wat er gebeurt, gewoon in gezinnen die langdurig op een klein kamertje, een klein appartementje, ja, opgesloten zitten. Ja, als ik mag aanvullen, want we hebben in het begin wel eens vaker de discussie gehad over dat het dus bijna een soort tegenstelling was tussen de zorg en de economie. Van mijn kant en collega's ook hebben regelmatig gezegd, dat is niet zo. Dat is volledig met elkaar verweven. Ja, maar u zei het net zelf over die quarantaine. Ja, als je met z'n allen thuis blijft zitten, is het waarschijnlijk veiliger. Maar ja, dan gaat de economie eraan. Dat heb ik niet eens gezegd. Wat ik gezegd heb is dat als mensen geen klachten hebben en ook thuis weten ze iemand met klachten goed te isoleren, dan hoeft het niet zo te zijn, denk ik, dat je daarmee standaard bij iedereen met klachten zegt het hele gezin of de hele huishouden blijft thuis. Maar hier is de economie en de zorg is echt met elkaar verweven. Eén heel banaal, de zorg moet zorgen dat mensen goed hersteld zijn en weer kunnen deelnemen aan de maatschappij en ook andersom. Als de economie heel hard geraakt wordt, dan een heel groot deel van de uitgaven gaat naar de zorg. Als een economie heel hard geraakt wordt, heeft dat absoluut ook een impact op de zorg in de jaren daarna. Anders kunnen we de zorg gewoon niet met z'n allen meer betalen zoals we dat gewend zijn. Die zorg komen we nog terug. Even terug naar u. Deze week bleek dat u enorm populair bent. Samen met Rutte natuurlijk. Hoe zou dat komen, volgens u zelf? Ja, ik vind het al zo ingewikkeld om naar jezelf te gaan zitten. Maar heeft het misschien met de post? Die heeft daar zijn werk van gemaakt. Met de post te maken? Want volgens mij zijn ministers van Financiën eigenlijk altijd al populair. Nee, dat is zeker waar. Wat langer geleden was vaak, ik geloof in de jaren 60 en 70, was vaak de minister van Buitenlandse Zaken heel populair. Het zegt denk ik ook wel iets over onze Calvinistische inborst, dat de minister van Financiën meestal ook populair is. Aan de ene kant is het natuurlijk enorm eervol en mooi om dat te lezen. Aan de andere kant weet je ook in de politiek dat die dingen vluchtig zijn. Dus de kunst is ook om, als dat soort statistieken weer in elkaar klappen, om dan ook niet opeens gedeprimeerd door het leven te gaan. Maar het is onhandig, want uw partij profiteert er helemaal niet van.
Nou ja, wij hebben als partij natuurlijk een wat minder makkelijke fase achter de rug. Misschien dat ik het zo mag formuleren. Misschien wel mede omdat u zich niet kandidaat stelde voor het lijsttrekkerschap? Nee, we hebben een uitstekende lijsttrekker. Er zijn nog een heleboel mensen in de partij. Staan te trappelen om ook deel te nemen aan die campagne. Ik ga daar zelf ook absoluut mijn steentje aan bijdragen. En ik ben ervan overtuigd dat we dan ook echt een goede uitslag kunnen maken. En zijn alle plooien weer rechtgestreken? Want er was toen op een gegeven moment het beeld dat u achter Omtzigt stond. En dat vond Hugo de Jonge vond het helemaal niet zo leuk. Nee, maar daar was echt geen sprake van. Ik heb ook zelf steeds gezegd, ik ga vierkant achter de lijsttrekker staan, wie dat ook wordt. En wat we nu moeten doen, met Hugo de Jonge, met Pieter Omtzigt, Grapperhaus, Mona Keizer, gewoon met die hele partij, gewoon aan de slag. En zorgen dat we weer vooruitkomen. Alle plooien zijn glad gestreken. Ja, dat is echt. Ja, je leest natuurlijk nog wel eens wat. Echt gewoon één warm bad hoor, hoor ik ook. Warm bad, ja. Team CDA Thijs, je kent het wel. Okay. Dus, gaat u trouwens op de lijst staan? Nee, ik ga niet op de lijst staan. Oh, hij gaat niet op de lijst staan. U bent wel beschikbaar voor een volgend kabinet? Ja, weet u, dat is een discussie voor dan. Misschien was het uw laatste Prinsjesdag. Dat moeten we dan even markeren. Dat zou sowieso kunnen. Dat zou gaat Hugo de Jonge over. Dus, Hugo de Jonge bepaalt of hij in het kabinet mag. Ja, dat lijkt me wel. Kijk, Hugo de Jonge is de lijsttrekker. En op het moment dat hij in de formatie komt, dan moet een ploeg geformeerd worden. Is Hugo de Jonge die degene die aangeeft van wij willen deze posten hebben namens het CDA. En als die belt, zegt u dan ja weer? Ja, weet u, wat vindt u er nou van als ik dat gesprek over een maand of 6 of 9 met de Jonge en met anderen in het CDA voer, in plaats van hier aan tafel? Ja, maar nu kunnen we een afscheidsinterview met u houden. Ik garandeer u dat dat afscheidsinterview ook nog op een later moment kan. Wanneer precies, dat weet je nooit helemaal zeker in de politiek. Maar ik vind eerlijk gezegd dat zeker in zo'n soort situatie als waar wij nu in zitten, dat burgers ook van ons mogen verwachten dat we gewoon bezig zijn met die inhoud. Dat is ook zo. En dat die verkiezingen, weet je, die zijn in januari ook nog. Ja, die beginnen morgen al, de verkiezingen. Die beginnen morgen. Ja, natuurlijk. Nee, dus Vullings is hier om de stemming een beetje te bederven. Maar het is natuurlijk best ingewikkeld om als CDA, die gaan dan de campagne in. En heel veel kiezers zeggen, maar dat is eigenlijk de man die we als premier willen. Ja, nee, en die gaat dan wel meedoen aan de campagne, maar die kan het niet worden. Ja, dat lijkt mij heel ingewikkeld. Dus mijn advies is eigenlijk, volgens mij kunnen ze zich beter niet met de campagne bemoeien. Ja, nee, en ik ga daar toch mijn steentje aan bijdragen. En ik ben er ook echt van overtuigd dat een week is een lange tijd in de politiek, is het gezegd. En zo is het ook. Okay. Het is nog een hele tijd richting maart. Er moet ook gewoon nog razend veel werk gebeuren. Want ik denk dat de meeste Nederlanders ook echt denken van mij en van al die anderen in het kabinet. Hup, aan het werk. Ja. En dan zien we ergens in januari, februari of maart hoe dat verder gaat. Zien we wel wat trouwens wel inderdaad wel heel over het Calvinisme. Inderdaad, de ministers van Financiën zijn altijd populair. En je merkt het vandaag. Hè? Nu gaat het kabinet enorm veel investeren. Jij deed het net ook. Dat mensen dan toch ook journalisten in één keer zeggen, ja, maar geven we niet te veel geld uit? Wie gaat het betalen? Ja, maar dat zit heel erg in onze aard. Dat we gelijk denken, ja, investeren, dat is wel kennelijk goed voor de economie. Maar we vinden het allemaal heel spannend. Mm-hmm. Dus een minister van Financiën die op de centjes let, vinden we fijn. Terwijl als je mensen vraagt, moet de belasting omlaag? Zeggen ze ja. Moet er meer geld naar de volksgezondheid, ook. Is het ook ja. En toch is de minister van Financiën, als eigenlijk de kniepert van het kabinet, altijd toch populair. Dat zegt wel iets over onze volksaard. Ja, dat viel jou vandaag het meest op eigenlijk. De minister van Financiën tot orde gingen roepen. Nou ja, dat, nou, je, bedoelt, je dat ziet het altijd. Je ziet zo'n mooie spiegel. Dat bij de vorige crisis was bezuinigen we de economie niet kapot. En nu is het van, ho, lenen we niet te veel. Nou, dat vind ik leuk dat zo kan draaien, dat beeld. In, dat het toch een andere crisis is, met andere vragen. Dus, maar Joost, dat is toch ook. Journalisten gaan altijd de andere kant uit hangen. Tuurlijk, ze hoort het ook. Dus op het moment dat er in hun optiek meer uitgegeven zou moeten worden, dan bevragen ze je die richting uit. En nu gebeurt het tegenovergestelde. En dat is op zichzelf ook logisch. Nee, maar de vraag van, moet er niet nog meer geïnvesteerd worden? Dat zou ook een logische vraag kunnen zijn. Ja, maar die heb ik vandaag niet gehoord. Althans, niet van collega's. Dat doet de oppositie morgen. Ja. We gaan even kijken naar wat reacties van de oppositie. Ik zou nou hopen dat we even ophouden met geld naar het buitenland te geven. En dat we nu, mensen hebben het nu nodig, dat is ook mijn voorstel, de huren gaan verlagen, de energierekening gaan verlagen. Er worden miljarden uitgetrokken aan steun. Maar tegelijkertijd wordt het luik opengezet om mensen te gaan ontslaan. En dat begint al vanaf 1 oktober, het nieuwe steunpakket. En wij vinden dat mensen een garantie op werk moeten houden. Dat je daar juist nu voor moet kiezen, nu zoveel mensen in onzekerheid zitten. De reacties zijn wel eens feller geweest, hè? Ja. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat de fractievoorzitters van de oppositie naar buiten kwamen en het een geweldige troonrede vonden. Dus dat. Nee, dat komt omdat iedereen wel. Kijk, het lastige voor heel veel partijen is dat bij de vorige crisis, dan ging het kabinet bezuinigen. En dan zei de partij, dat moet je juist niet doen. Nu is iedereen over de basis het eens. We moeten investeren. Dus dan ga je het alleen nog hebben over de hoeveelheid en waarin. En die keuzes zijn natuurlijk ook heel erg fundamenteel. Maar wat er gaat gebeuren, daar is over iedereen het wel over eens. Ja. Heb je het gevoel dat door de crisis wel een soort meer verbindende sfeer hangt?
dat was er in maart en april, toen we echt in het hart van de coronacrisis, met die medische crisis. Nu zie je gewoon dat langzamerhand gewoon partijen, gewoon weer politiek bedrijven, meer vanuit wat ze echt vinden. Dus de handschoenen gaan uit en we gaan richting de campagne. En eigenlijk is het morgen al een soort verkiezingsdebat. Dus reken maar dat het ontzettend fel wordt. Premier Rutte zit er 10 jaar. Die heeft een straatlengte voorsprong in de peilingen. Dus ja, wie gaat morgen de klappen vangen? Het mes moet erin. Nou ja, het mes, maar op zich een knuppel. Maar hoe gaan ze dat doen? Waar zal het debat over gaan, denk ik? Nou ja, het gaat over heel veel. Ze vinden het heel moeilijk. Gaat over de keuzes die gemaakt worden. Bijvoorbeeld over nu weer dat het bedrijfsleven een investeringsaftrek krijgt. Dat is eigenlijk de erfenis van de dividendbelasting. Oh. Dus dat wordt dividendbelasting 3.0. Dus daar is de oppositie ook niet mee eens. Het gaat uiteindelijk heel erg inderdaad om het bestrijden van de economische crisis. Over de werkgelegenheid. En iedereen is het eens met het investeren. Maar partijen zeggen ook, ja, leuk bijvoorbeeld dat er iets gebeurt aan die huren, maar is die woningmarkt niet fundamenteel gewoon fout aangepakt? Is dat niet te liberaal? Moeten we dat niet helemaal anders gaan aanpakken? Dus dat hoor je ook vanuit de regeringspartijen. Klopt, maar ja, die zitten wel gebonden aan een regeerakkoord. Dus ik denk ook wel dat partijen proberen aan te geven dat de keuzes die dit kabinet heeft gemaakt, en vooral Rutte in de afgelopen 10 jaar, dat er een ideologie onder ligt. En dat je dus probeert ook duidelijk te maken in de richting naar die verkiezingen toe. Maar wacht eens even, ondanks dat we allemaal investeringen, dat we er allemaal voor zijn, zijn er toch nog wel echt andere keuzes te maken. Ja, morgen is eigenlijk het eerste verkiezingsdebat, zeg jij. Ja. Alleen niet alle lijsttrekkers doen mee. Maar dit is een moment ook voor politieke partijen, en zeker voor de politieke leiders die meedoen, om in feite al een soort inkijkje te geven in je verkiezingsprogramma. Om een verhaal neer te zetten. De algemene beschouwing is natuurlijk ook vaak een duel. Maar als je gewoon puur die teksten pakt die fractievoorzitters uitspreken, dan worden daar vaak wel wat grotere lijnen neergezet. En worden er soms koerswijzigingen ingezet. Dus dat zijn toch altijd wel hele belangrijke debatten. En verwacht je nog dat de plannen zoals die vandaag door minister Hoekstra zijn gepresenteerd, dat die nog aangepast worden? Zit daar dan ruimte? Voor de ruimte moeten we daar zijn. Maar kijk, natuurlijk, nee, maar dit kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. En nou ja, de huren, dat zit de oppositie dwars. Dus dat die willen meer geld. In het wereld zit dat ook dwars. De salaris in de zorg zit het dwars. Dat investeringsfonds, daar willen ze ook dat het iets anders wordt. Die aftrek voor bedrijfsleven. Nou, dat is een heel rijtje punten waar de linkse oppositie en denkt van, nou, we gaan de onderhandelingen morgen openen. En we hopen daar dan in het loop van het najaar over verder te praten. Met het kabinet. En dan weet je altijd dat de minister van Financiën, die nu heel zuinig kijkt, dat hij weet. En nu ineens wel. Dat hij weet dat er toch nog ergens wel de portemonnee nog een keer open moet. Want zo gaat dat. Is er ruimte, meneer de minister? Maar natuurlijk zijn er ook al veel langer met veel partijen zijn er gesprekken. En kijk, wij hebben steeds gezegd, en dat geldt voor de Tweede Kamer, geldt natuurlijk nadrukkelijk ook voor de Eerste Kamer, dat wij op zoek zijn naar brede steun. Veel van de eerdere steunpakketten, die hebben juist ook hele brede steun gekregen in de Kamers. Dus daar gaan we natuurlijk altijd naar op zoek. Tegelijkertijd is het ook zo dat op het moment dat je het, neem bijvoorbeeld die steunpakketten, bent eens geworden in het kabinet, eens bent geworden met de coalitiefracties, vervolgens ook nog daar een oké op krijgt van de polder, ja, dan ligt het ook wel voor de hand om een groot gedeelte van het kaartenhuis wel staande te houden. Ja, maar de Partij van Arbeid heeft al gezegd, die ontslagboete, ja, daar gaan wij niet mee instemmen. Nou ja, ik zou hopen dat alle oppositiepartijen toch ook de plussen van inderdaad dat steunpakket, maar ook van het steunpakket moet al, daar wil toch echt de oppositie dat eraan wat we aan veranderen. Minister Koolmees die schokt alweer door de Tweede Kamer heen. Ja, minister Ollongren kwam ik ook alweer wandelend door de Tweede Kamer tegen. Dus dat betekent dat ze op zoek zijn naar steun, hè, bij de oppositie. Ja, en steun kost geld. Of je moet de prioriteiten anders gaan leggen. Maar het is nooit dat ze gaan zeggen van, nou, jullie hebben het nog een keer uitgelegd, jullie plannen. Ja, eigenlijk is het echt briljant. Dus versteunen ze. Ja, zo werkt dat niet. Jullie en de minister van Financiën moet het altijd betalen. Nee, en dus zijn Koolmees, Wiebes en ik, Kajsa Ollongren ook deze week. Natuurlijk ga je daar breder over in gesprek. Overigens is dat niet nieuw. Dat is iets waar we vorig jaar, ikzelf ook richting de Eerste Kamer, ook heel uitgebreid tijd en energie in heb gestoken. Natuurlijk voor die meerderheid. Maar je wil sowieso graag, zeker in het soort fase waar wij in zitten, ja, dat je niet de smalst mogelijke meerderheid hebt om het dan er doorheen te krijgen. Heeft u dan nog geld in uw koffertje of in uw binnenzak? Nee, kijk, het is precies zoals ik net jij zei. Jij zegt ja? Hij is nu aan het onderhandelen via ons. Nu zeg je nee. Wat zit er nog in het koffertje? U bent aan het onderhandelen met mij namens hen. Dat is iets heel anders. Nee, ik weet hoe het werkt. En het is zo. Kijk, nu zegt de minister van Financiën nee. En straks dan pak je hem bij zijn voeten en dan til je hem op. En dan valt er altijd geld uit de zakken van de minister van Financiën. Maar het is precies zoals, meneer Vulling, zoals ik net zei. Dat we zijn echt op zoek naar breed draagvlak. En natuurlijk moet je dan ook luisteren naar de gedachten en de wensen die anderen hebben. Dat is de ene kant van het verhaal.
andere kant, en dat begrijpen de meeste oppositiepartijen, in ieder geval in de Binnenkamer ook terdege, dat als je het eens bent geworden in toch dat veelkleurige landschap wat we hebben, met 4 coalitiepartijen in een kabinet, en zeker voor dat steunpakket, werkgevers en werknemers die daarvan zeggen, zo moet het maar. Ja, dan zijn de marges om daar nog grootschalig dingen aan te veranderen, die zijn ook beperkt. Dat is ook de realiteit. Joost, wat heb je meer zin in? De toeretappen van morgen of de algemene beschouwingen? De combinatie. 2 schermpjes. Ja. Wat ik ook nog even wil vragen voordat we doorgaan, Shirley, om nog heel even bij jou terug te komen. Mm-hmm. Steun, steun, steun. Heb jij daar wat aan gehad? De eerste tozo wel, maar daarna niet meer. Want dan wordt de partnertoestvoort wordt meegenomen. En dat is... Ja, dat is lastig. Wat ga je nu doen? Blijf je weddingplanner? Jazeker. Ik doe dit werk 11 jaar, dus ik heb een potje opgebouwd. Wat eigenlijk bedoeld is voor mijn pensioen. Maar wat ik nu dus moet aanspreken. Maar ik hou te veel van het vak en ik laat mijn bruidsparen niet in de steek. Dus... Mm. Hou er in de gaten. Jazeker. Ja, misschien voor je doen. Ja, we zijn helemaal niet zo chic, dus ik weet helemaal niet of we dat wel een weddingplanner... Gaan we straks even... We gaan zo praten met Eppo van Nispen, directeur van Beeld en Geluid. Hij verzamelde voor ons fragmenten uit de historie over Prinsjesdagen die anders gingen dan anders.